Welkom bij biologielessen, welkom bij de video-instructie over Binus Tabel 93G. Deze video-instructie gaat over de stikstofkringloop. We zullen in 9 stappen bekijken hoe stikstof zich door de drie compartimenten van het ecosysteem heen beweegt. We zullen kijken wat de rol is van de producenten, consumenten en reducenten in de stikstofkringloop. Welke metabole processen een rol spelen en in welke vorm stikstof kan voorkomen in het ecosysteem? In een organisch molecuul of in een anorganisch molecuul? Pijl 1. Stikstofassimilatie. Planten produceren glucose in de fotosynthese. Planten bestaan echter niet alleen uit glucose. In de voortgezette assimilatie zijn planten in staat om glucose om te zetten in de bouwstenen voor de eiwitten, de aminozuren. Om van glucose aminozuren te maken, heeft de plant stikstof nodig. Met de wortels neemt de plant stikstof op in de anorganische vorm van nitraat. Pijl 2: Voortgezette assimilatie. Consumenten van de eerste orde. Krijgen via hun voedsel de plantaardige eiwitten binnen. De consumenten breken de plantaardige eiwit af tot de bouwstenen, de aminozuren, en gebruiken deze aminozuren voor de opbouw van dierlijke eiwitten. Stikstof zit nu in een organische dierlijke stof, bijvoorbeeld in een dierlijk eiwit. Pijl 3. Dissimilatie. Consumenten gebruiken eiwitten als bouwstenen voor cellen, weefsels en organen. Als de consument meer eiwitten binnenkrijgt dan nodig voor de opbouw, dan worden de eiwitten gebruikt als brandstof. In de lever wordt de stikstofgroep verwijderd van de aminozuren in een proces dat we deanimering noemen. In een proces dat we gluconeogenese noemen, wordt vervolgens glucose geproduceerd, geboren uit de stikstofloze restanten van het aminozuur. Het geproduceerde glucose kan worden verbrand in de mitochondriën. De afgesplitste stikstofgroep verlaat in de vorm van het anorganisch ureum in de urine het lichaam. Pelvier ammonificatie. Afgestorven dierlijk en plantaardig weefsel bevat nog stikstof in de organische vorm, bijvoorbeeld in eiwitten en aminozuren. Rottingsbacteriën zetten de organische stikstofverbindingen in een proces dat we ammonificatie noemen om in anorganisch ammoniak. Deze rottingsbacteriën eten dus organische stof en zijn dus heterotrofe organismen. De ammonificatie vindt plaats in een zuurstofarm milieu. Pijl 5. Reactie met bodemwater. Ammoniak reageert in de bodem spontaan met water. Er ontstaat dan uit anorganisch ammoniak een anorganisch ammonium-ion. Ammonium-ionen vormen ook spontaan terug naar ammoniak. Pel 6. nitrificatie. In een zuurstofrijke omgeving zetten nitrietbacteriën in een proces dat we nitrificatie noemen anorganische ammonium-ionen om in een anorganisch nitriet. Bij deze omzetting komt energie vrij. De nitrietbacteriën gebruiken deze vrijgekomen energie om ATP te produceren. Nitrietbacteriën halen hun energie uit anorganisch NH4+. Reducenten die hun energie halen uit anorganische stof noemen we chemoautotroof. Pijl 7. Nitrificatie. Het door de nitrietbacteriën geproduceerde nitriet wordt door de nitraatbacteriën omgezet tot anorganisch nitraat. Ook bij deze omzetting komt energie vrij dat door de nitraatbacteriën gebruikt wordt voor de productie van ATP. De nitraatbacteriën zijn dus ook chemo-autotrofe reducenten. Het ontstaande nitraat kan door de groene planten worden opgenomen voor de eiwitsynthese. Pijl 8 Denitrificatie In een bodem zonder zuurstof worden de denitrificerende bacteriën actief. Deze groep chemoautotrofe autotrofe reducenten zetten nitraat om in stikstofgas N2. De stikstof komt dan als gas in de lucht terecht en is niet meer beschikbaar voor de groene planten. Zuurstof is dus belangrijk voor de hoeveelheid stikstof in de bodem. Om de bodem luchtig te houden... De boeren in het najaar de bodem. Pijl 9. Stikstoffixatie. De lucht bevat ongeveer 80% stikstofgas. Planten zijn alleen in staat deze stikstofbron te gebruiken indien ze in symbiose, een mutualistische relatie, samenwerken met knolletjesbacteriën. Deze bacteriën kruipen in de wortels van de plant en vormen daar knolletjes. De knolletjesbacteriën zetten voor de plant stikstofgas om in het voor de plant bruikbare NH3. Als in een economie krijgen de knolletjesbacteriën in ruil voor de ammoniak glucose terug van de plant. Bedankt voor het bekijken van de video-instructie. Tot een volgende keer op biologieles.nl.